dit is een mooi voorbeeld. Je ziet dus nu de stoelen allemaal op de tafel staan. Het is ongeveer 6:30 s'avonds. Ja, normaal zou het natuurlijk helemaal vol zitten hier. En ondertussen, in plaats van de verlichting aan, zijn er een paar Maria-beelden die die de zaak uitlichten. Ja, dan is de telefoon tegen het raam en ik neem de foto. Ja, ik maak eigenlijk een soort overzicht, een soort tijdscapsule, hoe noem je dat? Een tijdsbeeld van de lege stad. En het tekent zich het meeste door de lege restaurants en horeca. Die fotografeer ik van buiten naar binnen. Om eigenlijk zo een soort van inkijkje te geven in wat er daar zich afspeelt. Als je hem echt recht tegen het raam zet, dan werkt het bijna als een soort van lens. En dan een klein beetje donkerder maken en je neemt de foto. Het is eigenlijk heel simpel. Normaal is het hier helemaal vol en er staan mensen plezier te hebben, ontspanning. En nu gewoon al maanden niks. En dat is zo, dat maakt het ook zo heftig om te zien. Dat wil ik eigenlijk vastleggen met die foto's. Een soort van iets waar je hopelijk over een aantal jaren naar kan kijken van ja, zo was het toen. Zo is het geweest. Ja, mensen zijn wel onder de indruk. Ze vinden het wel echt mooi om te zien. En ook van horeca-eigenaren die zoiets hebben van wat goed dat het, ja, dat je er een blik op werpt eigenlijk. En dat het ook vastgelegd wordt voor later. Ja, dan gaan we er maar even vanuit dat het niet zo lang meer duurt. Of misschien nog een tijdje duurt, maar dat je dan later ook wel nog kan zien hoe het was. Of hoe het lang is geweest.